Ja, dit is wel Nederland ten voeten uit. Ik ben in Zuid-Holland op een soort van drie gemeentepunt. Nieuwkoop, Woerden en Bodegraven komen hier bij elkaar. Dit buurtschap en deze rivier heet De Meijen. En hier schijnt dus het gezelligste terras van Zuid-Holland te zijn. Dus hey, kom op, we gaan gezellig naar de kroeg. Hey, kom op, we gaan gezellig naar de kroeg. Van naar de heide. Oh, wauw. De Onze Lieve Vrouw parochie. En wat wel een grappig feitje is, want ik kom hier natuurlijk langs gelopen. En dat is dat de katholieken op zondag, als ze naar de kerk gingen, dan daarna gingen ze altijd eventjes een borrel doen. Dus dat terras en dat café kan niet ver weg zijn. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along. Goedemiddag Kevin. Hi, goedemiddag. Een kopje thee. Kijk, lekker. Kom er even bij zitten. Hoe word je nou het gezelligste terras, Ellie? Ja. Dat word je niet, dat ben je gewoon. Ja, maar je zal ongetwijfeld wel beoordeeld worden op de een of andere manier. Ja, inderdaad. De gasten beoordelen of je het gezelligste terras van de woonplaats of van de provincie bent. En dan neem ik ook aan dat als mensen dan toch een beetje op doortocht zijn, dat ze ook wat eten op het terras. Dat hoort er dan bij. Ja. Wat wordt er dan zo gegeten? Is dat iets van de streek? De streekproducten hier uit De Meijen worden gebruikt. Boerenbrood, de kaas uit De Meijen, het kals gehakt hier, veenweidevlees. En hoe gezellig is De Meijen eigenlijk, Ellie? Ja, supergezellig. Maar misschien moet je dat vragen aan onze twee oude postbodes achter op het terras. Je zit er daar... Die kunnen je er veel meer van vertellen. Dan loop ik daar gewoon even naartoe zo meteen. Ga ik genieten van mijn thee eerst even. Dit ziet eruit als een hele gezellige high tea. Hallo, goedemiddag. Sorry dat ik even kom storen. Waar zijn de twee postbodes? Zijn dat deze twee mannen? Bent u geweest, hè? Ja, ik heb zo even in de wandelgang gehoord dat u postbode bent geweest in deze buurt. In deze buurt, ja. Dus dan moet u deze buurt heel goed kennen. Ja, dat is zeker. Hoe leuk is De Meijen? Hartstikke leuk. Hartstikke leuk is De Meijen. Ja, en waarom? Nou, het is, de mensen zijn allemaal even aardig. En je kent praktisch iedereen, hè? Ja, toen de tijd hoor, dat is nou wel een beetje over, maar, dat, maar toen die tijd gewoon iedereen. Is dit Bob? Goedendag. Ja, ik zeg de mop van Bob. De mop van Bob. Kijk, we zitten hier in een geheugje, dat je al gemerkt hebt, De Meijen. Ja, heb ik altijd over geleerd. Dat is een van de langste straten van Nederland en de grootste slingerweg. Het is eigenlijk geen mop, het is een gezegde. Nou, dan maken we er een gezegde van. Zo is het. Zat of niet zat, De Meijen blijft een slingerpad. Hele goeie. Dankjewel, Bob. Ja, alsjeblieft.